Heel wat Westerse mannen van rond de 40 worstelen met zoveel overgewicht dat tegenwoordig in onze apotheken, op discreet verzoek, een orthopedische mannen-BH kan worden aangekocht. In het begin is het wel wat wennen aan het slotje. Ja. De pas is de wedstrijd tussen... U heeft het allicht ook gemerkt. De steunbeer van Canvas, het onvolprezen ter zake, begint sinds deze week om 8:30. Aan ter zake kan volgens ons nog slechts één ding worden verbeterd. De interviewer zou zich harmonieus moeten aanpassen aan de stijl van de praatgast. Het viel ons op tijdens het interview met Vlaams minister Steve Stevaart, die feilloos spanning weet op te bouwen door zijn belangrijkste woorden te laten voorafgaan door een korte maar intense pauze, waarin je je afvraagt of hij het woord wel zal vinden. Er is een PV opgesteld jaren geleden door het gemeentebestuur. Die PV heeft zijn weg gevolgd. Zal u in Meissen als overheid zelf overgaan tot afbraak? Dit kan in dit geval, maar er zijn heel wat gevallen waar de eigenaars zelf overgaan tot afbraak. Dit zijn de grote uitzonderingen, want alles wordt op één hoop gegooid. Is het dat niet wat u gaat doen? Het mag duidelijk zijn dat dit niet zo is. Maar in dit geval wordt het voor u zeer onaangenaam. Uiteraard is dat niet aangenaam en uiteraard is dat een menselijk drama. Maar vreest u niet dat men zal zeggen dat u een gezin afgemaakt heeft? Het is de gemeente die de PV opgemaakt heeft. Ook de hele problematiek weekend. Huisjes valt hier onder. Brengt u die huurders dan onder in sociale woningen? Vaak is dat een gemeente waar geen sociale woningen aanwezig zijn. En betreurt u de afbraak van die villa in Meissen, of keurt u dat goed? Ik kan dat betreuren of ik kan dat goedkeuren, maar dat is niet ter zake. Maar waar men in het verleden een vergunning gekregen heeft, is het rechtsgeldig en kan niemand optreden. Bedankt voor dit gesprek, meneer de mini-ster.